Dus wij hebben best pittige jaren gehad met elkaar. Is het daarom ook dat je zo lang niet over deze zaak wilde praten? Dat kan ik me ook wel voorstellen. Omdat het telkens weer herplaatsingen veroorzaakt. Want mensen, en ik ben dankbaar, dat klinkt heel vervelend, maar dat de issue nu ook is, het is strafbaar. Je gaat de bak in, ook als je dit herplaatst. En dat geldt ook voor mijn foto's. Want er zijn altijd nog judokussen die vandaag denken, oh, jij weer op tv? Hier heb je ze weer. Ja. Want dat is wel belangrijk, hè, wat Manon zegt. Want ja. Die foto's worden ook via de telefoon gedeeld. Het gaat in principe om iedereen die die foto's of die filmpjes op welke manier dan ook openbaar maakt of verspreidt. Verspreid, die zijn potentieel strafbaar. Die zijn strafbaar en schadeplichtig. En schadeplichtig. Ja. Ja. Het gaat om het verspreiden, inderdaad. Kijk, je kan het op je computer kun je het hebben. Tenzij je dat niet is toegestaan, zoals met kinderporno bijvoorbeeld. Dat kan je nooit op je computer hebben, dan ben je al strafbaar. Maar bij meerderjarigen, het moment dat je gaat verspreiden, ben je al foutwezen. Dus een tweet, een mail, een app. Dus de verdediging die ik ook vandaag hoorde, bijvoorbeeld van een van de sites die waar het op het geplaatst is. Ja, maar het is embedded. Dat wil zeggen, ik heb het niet rechtstreeks geplaatst, maar ik verwijs naar allemaal onzin. Ze hebben meegewerkt. Hyperlinks mag allemaal niet. Ze hebben meegewerkt aan het verspreiden van. Ja. En dan ben je fout bezig. En dat betekent dus ook dat mensen die nu nog denken, goh, leuk programma, nu gaat het over haar. Ik zal eens kijken of ik iets kan vinden. En als die het dan vinden en met een vriendje gaan delen, dan hebben ze een probleem.